En president Desi Bouterse heeft gisteren, in verband met het overlijden van monsignor Ziegem, in de kanselarij van het katholiek bisdom het condoleansregister getekend. Naast het staatshoofd hebben ook de voormalige presidenten Ramsewak Shankar en Jules Weidenbos en beleidsadviseur Dilip Sarjoe het register getekend. Diverse andere hoogwaardigheidsbekleders en leden van het korps diplomatiek hebben hun deelneming betuigd met het heengaan van ex-bisschop Ziegem. De gemeenschap had vandaag de mogelijkheid het condoleansregister te tekenen. Monsignor Ziegem is zondag op 83-jarige leeftijd overleden. In de kathedrale basiliek Petrus en Paulus wordt zaterdag afscheid genomen van de ex-kerkelijke leider. Na het afscheid zal er een plechtig avondgebed gehouden worden. De uitvaarddienst van Monsignor Ziegem is zondag in de kathedrale basiliek van 3 tot 5 uur, voorafgegaan door een eucharistieviering.